En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze best al niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Dag Waldorf. Dag Stekler. Nee, dat is... Een vraagje. 190 euro ga je krijgen van de overheid. Als toevoeging, als toegift op de energie, hoge energieprijzen. Wat ga jij daarmee doen? Mijn vrouw die kijkt mee, dus we gaan dit heel goed besteden. Oké, ga je geen nieuwe keuken verkopen? Nee, we stoppen het onder de armen. Oké. Dus je maakt de armen gelukkig daarmee. Een nieuwe deodorant. Wie weet. Nou, ik denk ergens lekker eten. En dan heb ik nog geld over. Ja. En dan ga ik carnaval me vieren. Gewoon opgebruiken. Ik betaal ongeveer dubbele aan energie van 100 naar 200. Dus ik mag helemaal niet klagen. Dat doe ik ook niet. Nee. Maar ja, wat ga je daarmee doen? Het gaat met de knollen de pot in, geloof ik. Het gaat gewoon de pot in, denk ik. Ja. Wij gewoon verhuizen. Ja. Dus ik kan het goed gebruiken daarvoor. Ja. Ja. Dat is een hele goede reden. Ja. En dan kan ik wel zeggen, ik geef het aan een ander. Maar ik kan het nu ook goed gebruiken. Dus. Maar bent u omhoog gegaan met de energiekosten? Nee, we hebben gelukkig nu niet extra kosten gekregen. Maar we zijn zelf ook wel heel bewust ermee bezig, moet ik zeggen hoor. Ja. Ja. Er zijn nog mensen die zeggen, het gaat bij onze knollen de pot in. Want de levensmiddelen zijn toch al duur geworden. Die kan ik wel gebruiken. Ja, dat vind ik eigenlijk ook een beetje onzin eigenlijk. Ja. Soms hoor je dat, geef maar een goede doel of zo, maar ja. Ja, daar kun je een stukje aan geven, ja. Dat zal ik ook gaan doen, op het eind van het jaar. Dat? Ja, ik steun al een hoop goede doelen, dus ja, daarom. Dat hoeft even niet voor mij. Ik ga dit niet gebruiken voor energie. Ik doe er, ik ga wel even iets anders geven of zo aan iemand. Het klinkt allemaal cryptisch, maar wat bedoelt u? Nou, ik ga het niet letterlijk zeggen, maar ik geef het wel weg. Ja. Ik heb het eerlijk gezegd niet nodig. Ik hoorde net iemand die betaalt 49 euro in de maand. Ja, dat kan. Ik heb, als je helemaal geen verwarming aansteekt en zonnepanelen liggen op het dak, ja, dan hoef je niet veel te betalen. Hij leek op een ijsbeer, dus ik denk dat hij het wel lekker vindt, die kou. Oh nee, dat kan ook. Nee, maar daar bemoei ik me eigenlijk niet mee.